Een van de dingen die we laten zien is de invloed van Van Gogh op de ploeg. Die invloed was heel groot, terwijl heel veel van hen het werk van Van Gogh helemaal niet gezien hadden. Ik ben Jorrit Huizinga, ik ben junior conservator voor de ploeg, de 20e eeuwse kunst in het Groningen Museum. De ploeg ontstond eigenlijk vanuit het besef dat het Groningen kunstleven erg traditioneel was. En dat jonge kunstenaars die graag moderner wilden werken, daar heel moeilijk tussen kwamen bij tentoonstellingen of om hun kunst te verkopen. En ze wilden dus graag samenwerken om eigenlijk Groningen klaar te maken voor de moderne kunst. Een werk wat misschien niet zo opvalt, maar wat wel de moeite waard is om even extra op te letten, is het schilderij Blauw Borgje van Alida Pot. Zij was een van de weinige vrouwelijke leden binnen de ploeg. Maar je kunt aan haar zien dat, ook al voordat de echte doorbraak kwam van het expressionisme binnen de ploeg, ze heel erg op zoek was naar moderne vormen. Het is eigenlijk een heel modern schilderij. Ze is helaas niet zo bekend en het is misschien ook niet een schilderij wat mensen in eerste instantie als ploegwerk zouden zien, maar wel erg de moeite waard om goed naar te kijken. Wat ik er tot nu toe van gezien heb, vind ik echt heel mooi. Ik wist wel een klein beetje wat me te wachten zou kunnen staan. Een aantal namen kende ik wel, maar het is toch mooi om het bij elkaar te zien. En dit museum heeft vaak heel mooie tentoonstellingen, dus ik had ook wel hooggespannen verwachtingen. De tentoonstelling Avantgarde in Groningen, de ploeg 1918-1928, is nog tot en met 4 november te zien in het Groningen Museum. Dus ik zou iedereen aanraden om langs te komen.